Okie dokie. Daily challenge tijd. Ik wil zeggen. LM Russia. Er is iets met dit. Dat mij. Doet vermoeden dat het niet zomaar. Zullen we kijken of we er iets beter voor kunnen komen staan? Nee. Wat is dit? Het is het feit dat die auto zichtbaar is dat mij een beetje doet twijfelen waar dit is. Want we hebben een geel nummerbord gezien, we hebben een wit nummerbord gezien. Dat is geen nummerbord, zie ik het goed? Ja. Het eerste wat ik namelijk dacht toen ik die auto zag, was dat het Panama was. Daarom zit ik te twijfelen. Ik denk dat het of Colombia is, of Panama. Maar dat is Engels. Wat de heck, waar is dit, joh? Is het Guam misschien? Of is dit. Wacht even. Ik heb een idee, maar. Nee, dit is Engels. Dus what the fuck, waar is dit? Ik heb geen idee. Ik zit helemaal fout waarschijnlijk. Ja. Oh wel. Kak. Het is dat Engels dat in één keer verscheen, dat verwarde mij zo ontzettend. Dat was echt zo van. Want ik was echt, ik denk van oké, Panama. Het was uiteindelijk niet Panama. Maar, zo frustrerend. Ja, nou ja. Nogmaals, eigen schuld. Want ik zat. Ik had. Nogmaals, ik had fout gezeten, want ik had uiteindelijk Panama gekozen. Maar, even kijken nog. Maldonado Centers. Dus we zitten hier. Alleen even. Want we zitten waarschijnlijk op een weg. Die. Eentje die afslaat richting Montevideo. De andere die richting Punta del Este. Dat spreekt waarschijnlijk ook echt compleet niet goed uit.
En het is ook niet dat Uruguay heeft ook niet echt de naambordjes overal staan, is het niet? Maar jawel, hier. Toch wel. Avenue José. Nog iets. Het is een weg die amen. Nou, wat ik zeg, ik had hem sowieso fout gehad, want ik had hem in Panama weggezet. Ik overwoog nog wel inderdaad om het op dat eiland weg te zetten, maar dan had ik dat andere eiland gekozen, waarschijnlijk. Is het nog? Nee. Nou, dat was hem wel geweest dan, denk ik. We zijn deze kant op gegaan, dus het was hem wel geweest. Ja. Oh wel. Puur gebaseerd op vibes, hoor. Op voorlopig op niks anders. Ik hoop eigenlijk dat ik het zo meteen. Ik dacht het al te zien. Dit. Van het einde. Of na het begin van dat ding zit een rood of oranje vlakje. Want dat verraadt eigenlijk dat dit. Hoe heet het? Dat het Kirgizan is. Ik weet ook niet. Ik denk niet dat dit Bishkek sowieso is. Want zullen zien dat het wel Bishkek is. Nogmaals, het maakt voor de verder vrij weinig uit, want die eerste heb ik echt gewoon. Oh, ik had niet moeten panikeren. Nogmaals, ik had hem sowieso fout gehad, want ik was van Panama gegaan. Ik ga je niet groots doen van. Ho, ja, nou ja, dan had ik het wel geweten eigenlijk. Nee, had ik het ook gewoon helemaal fout gehad. Moet niet zeggen. Toen van. Ah, ja. Ja. Ik wist het eigenlijk wel, maar. Hè, weet je. Ik vind het leuker om net te doen alsof ik niet weet waar ik mee bezig ben. Ja, dat is net niet te lezen, hè. Misschien. Zou het aan de andere kant ook zo'n bord zitten? Dan zou dat zo zien niet. Oh no. Dit is ook echt. Ik dacht dat dit een groter. Want ik had natuurlijk ook nog niet achter me gekeken met mijn slimme hartjes. Ik dacht ook dat dit een groter dorp zou zijn, maar dat. Of een grotere stad. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen. Het is gewoon eigenlijk een dorpje. Gewoon ergens in Kirgizistan. Ja. Nou ja, dat. We zullen wel zien. Het is in ieder geval dicht tegen de besneeuwde bergen aan. En hier zitten meer besneeuwde bergen dan rond Bishkek. Maar ik kan ook helemaal fout zitten, natuurlijk. Was het? Oh nee, ik kan het zeggen. Ik wilde bijna zeggen: van, is het Kazachstan geweest? Maar. Nee. Want trouwens, de eerste grens die we tegenkomen is Oezbekistan. En dan pas Kazachstan. Kazachstan is het meer tegen Bishkek territory aan. Ik zie wel een trend vandaag, jongens.
Ja, Patagonië. Dat is ook weer zoiets. Patagonië is natuurlijk groot in. Ik wil eigenlijk een naam van een stad hebben, jongens. Dat lijkt me iets fijner dan Patagonië. Ja. Ik denk zelfs dat het. Ik ben zo slecht in het bepalen waar Patagonië ligt in Argentinië. Dat is echt. En er zijn genoeg. Dan hebben we weer Patagonië, Argentinië. Ja, ik ben zo slecht erin. En ik weet het, dat is echt mijn eigen schuld hoor. Dit is niet van, oh, het is zo slecht. Ik weet dat ik het zou moeten weten. En ik denk altijd dat het vrij ver zuidwaarts zit. Volgens mij zag ik net Chubut voorbij komen. Dus hallo muis. De muis is een beetje. Ik dacht dat ik net op een bord Chubut voorbij zag komen. Dan zitten we in ieder geval in de goede provincie. Mocht dat inderdaad zo zijn. Ja, en dat zou ook mijn idee bevestigen. Want ik weet ook niet of dit nou de. Oh hey, ah. Oh. Nou, daar is het weer. Oh. Darnit. Ja. Ik accepteer dit. Ik ben blij dat ik in ieder geval in de goede provincie zat, zullen we zeggen. Nee, dit is in ieder geval niet Zuid- of Midden-Amerika. Dus ik heb zowaar een kans. Meer een kans in het zijn van. Ik ben zo slecht. Ik denk dat Midden- en Zuid-Amerika is bij uitstek voor mij ook echt de regio dat ik zeg van hey. Het is sowieso de regio waarbij ik gewoon echt vaak gewoon geen idee heb welk land het voor zitten. Het is echt by far mijn zwakste regio. Ik bedoel, zelfs Rusland zou ik beter weten dat we in Rusland zouden zitten dan dat we in een. Ik zou niet weten waar in Rusland we zitten. Maar ik weet dat we in Rusland zitten. Ja. En bij Zuid- en Midden-Amerika heb ik gewoon echt moeite om dat te onderscheiden. Colombia is dan nog wel redelijk goed te doen. Maar de rest, daar heb ik echt gewoon heel veel moeite mee. Ik denk dat bijvoorbeeld een ja, en Brazilië is dan ook nog wel enigszins te onderscheiden als je eenmaal een bord hebt met taal erop. Maar, ja.
hier dan een stad op staat? Nee. Ik had gehoopt eigenlijk dat we meer dan één bord tegen zouden komen met richtingen erop, maar dat valt eigenlijk toch nog best wel tegen. Dat is ook waarom ik zo lang heb kunnen doorlullen. Oh, fuck. Oh no. Ja, nogmaals, het is niet tot hier de grootste dingen van afhangt, zeg maar. De grootste score. Zeker niet omdat die eerste gewoon nul was. En nul is heel moeilijk om te herstellen, jongens. En meisjes. En anderen. Oh. Voordat ik hem zomaar ergens random in Polen gejoinkt heb, is het toch. Ja, nou, ik wist dat het minstens maximaal zilver ging zijn. En dat lag met name aan deze. Wat ik zeg, als ik geweten had dat het een eiland was geweest, had ik hem waarschijnlijk hierop gezet. Dus dat ik. Zelfs dan had ik gewoon fout gezeten. En ik had mijn Panama had ik dan toch nog wel redelijk dichtbij gezeten, eerlijk gezegd. Als dan. Niet genoeg dichtbij hoor, om het goud te laten zijn, maar. Dichterbij dan. Ja. Maar goed. Dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.